Bijna 4 maanden na de moord is Pascal nog altijd op de vlucht. Zijn ouders zetten het huis waar hij en Nadia een kamer hadden te koop. Maar Pascal heeft ook zelf een appartement in de Utrechtse Geuzenwijk. Op de dag dat de eerste regiezitting is van de strafzaak tegen Pascal, ontkent hij ook maar iets met de moord te maken te hebben. Maar zijn ouders hebben op dat moment zijn huis al verkocht. Bij het begin van de rechtszaak heeft hij, behalve de gevangeniscel, geen enkele plek meer om te wonen. De verkoop van het huis levert Pascal bijna 2 ton op. Maar het geld verdwijnt meteen naar een gezamenlijke rekening die zijn ouders hebben geopend. Zo blijkt uit een bankafschrift dat de advocaat van de ouders vrijgeeft. Pascal heeft geen geld meer. Minke moet intussen voor de rechter bewijzen dat ze financieel schade loopt door de dood van haar dochter. Een psychiater onderzoekt haar en stelt vast dat ze een posttraumatische stressstoornis heeft na de moord. Ze is depressief en raakt snel in paniek. Hoeveel heb je hier gewerkt? Nou, als ik het optel met alles wat ik moest doen, heb ik dus jaren dat ik wel 60 uur per week in de weer was. Ja. Minke is tot de dag van de moord natuurarts met een praktijk aan huis. Na de moord zakt haar omzet in een jaar tijd van 120.000 euro terug naar 18.000 euro. Maar de dader stelt dat komt niet door de moord op haar dochter, want daar was ze zelf niet bij aanwezig. Hij probeert de rechter ervan te overtuigen dat de dood van haar dochter nooit zoveel indruk op haar moeder gemaakt kan hebben. Maar de rechter bepaalt dat dat onzin is. De moord op Nadia verklaart haar depressie en de paniekstoornis waaraan Minke leidt. Ik heb opnieuw moeten leren leven. Ik heb gewoon opnieuw moeten leren leven. In de rechtszaak rond de schadevergoeding begint het er steeds meer op te lijken dat de ouders van de dader de schadevergoeding moeten betalen. Zij beheren het geld dat Pascal kreeg na de verkoop van zijn appartement. Maar de ouders zeggen dat de 2 ton euro al bijna op is. Het pand waar de moord gebeurde besluiten ze te verkopen. Een bevriende makelaar heeft ooit geschat dat dat pand bij verkoop zo'n 6 ton euro waard zou zijn. Maar door de gruwelijke gebeurtenissen blijkt het huis moeilijker te verkopen. En dat is in de prijs te merken. Het pand brengt geen 6 ton, maar iets minder dan 5 ton op. De ouders besluiten dat ze dat bedrag wat ertussen zit in mindering mogen brengen op de schadevergoeding aan de moeder van Nadia. Omdat het huis waar de moord gebeurde nu minder waard is geworden, moet de moeder van het slachtoffer de kosten betalen, is hun redenatie. Daarna komt een opmerkelijke rij van andere kosten. Na de moord zijn de huisgenoten van Nadia het huis ontvlucht. Ze betalen dus geen huur meer. Ook dat worden kosten die de ouders willen aftrekken. Samen met hypotheekrente, telefoonkosten die Pascal maakt tijdens een vlucht, een nieuwe verwarmingsketel, een willekeurige rekening van de universiteit en zelfs het geld dat de ouders meegeven aan Pascal wanneer hij het land uitvlucht. Ze willen het allemaal opvoeren als aftrekpost. Uiteindelijk, berekenen de ouders, hebben ze geen 2 ton, maar komen ze bijna 40.000 euro tekort. Dat hebben ze nog van hun zoon te goed. De advocaat van de ouders meldt dat Minke zelf maar moet zien hoe ze de begrafeniskosten vergoed kan krijgen. De schadepost is volgens hem oninbaar, want de dader zit in de cel. Hij heeft geen geld. De ouders van de dader hebben zijn appartement verkocht. De opbrengst van bijna 2 ton schrijven ze bij op hun eigen rekening. Maar toch zeggen ze dat ze geen geld meer hebben. Ze voeren een lange lijst van kosten op, waaronder het vluchtgeld dat ze hun zoon meegeven en alle advocatenkosten die ze hadden. Alles wat ze moeten betalen proberen ze af te trekken van het bedrag dat ze aan schadevergoeding moeten betalen. De advocaat van Minke en Lucinda moet daar binnen 2 maanden bezwaar tegen maken. Maar dat gebeurt niet. Daardoor lijkt het net alsof Minke het met die lijst van kosten eens is. Het blijkt een fout die bij de uitspraak van de rechter grote gevolgen heeft. Staan alsjeblieft.